Allemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik jullie mijn morning skincare ga laten zien. Maar ik vind het wel interessant, want ik ben de laatste tijd zelf ook helemaal into de skincare routines kijken van andere mensen. En ik dacht, misschien vinden jullie dit ook wel interessant, want op zich is het niet zo heel uitgebreid. Het is best wel snel te doen. En ja, ik dacht, ik ga het nu een beetje wat uitgebreider doen, of niet uitgebreider doen, maar uitgebreider laten zien. Dus het duurt wel wat langer dan normaal. Maar ja, ik ga het jullie laten zien. Zoals jullie zien, ik sta in de badkamer nu. Ik denk dat je dat ook wel kan horen aan het geluid. Maar het eerste wat ik ga doen, ga ik even bijpakken, is mijn gezicht gewoon met een washandje wassen. Ik heb nu geen make-up op. Ik begin ik meestal mee 's ochtends. Dus ik maak eerst het washandje nat. En dan ga ik mijn gezicht dus even wassen. Dat is dus het eerste wat ik ga doen. Ik ga het gewoon even buiten beeld doen, want het geluid met de kraan is behoorlijk irritant in de video, vind ik altijd tenminste. Dus ik ga even mijn gezicht wassen met een washandje en dan ben ik bij jullie terug. Oké, ik heb dus nu mijn gezicht gewassen met een washandje. Misschien kan je het zien aan een beetje rode plekjes nu, door de ruwheid van een washand. Maar dat geeft niet. Ik ga dus nu verder en dan ga ik mijn gezicht reinigen. Daarvoor gebruik ik deze Gillette Serie Peeling Scrub Gel met aloe vera. Dit is volgens mij een mannenproduct als ik het goed heb. Maar ik vind hem heel fijn. Het is een hele zachte, milde scrubby jelly product voor je gezicht te reinigen. Maar het is ook lekker verfrissend en het schuimt gewoon heel erg goed. Maar dat zullen jullie zo zien. En deze ga ik dus op mijn gezicht aanbrengen. Of eerst op iets anders aanbrengen. Kan ik jullie beter direct laten zien. Want dat heb ik in dit tasje zitten. Misschien kennen jullie deze nog wel. En daar heb ik in zitten dit apparaatje. Ik ga dit opzetstukje, hij is nog redelijk schoon moet ik zeggen. Die zet ik erop. Zo. Dan, wat ik dan doe, ik ga het jullie even laten zien hoor. Doe ik een beetje van dit spul op de... Ja, het is best wel vloeibaar hoor, dus ik moet een beetje uitkijken met hoe ik het aanbreng. Doe ik een beetje van dit spul dus op deze borstel. Het heeft niet echt een naam, er staat niet echt een naam op. Zo, dan doe ik het, ik kijk even in de spiegel hoor, op mijn... wangen. Dan maak ik hem even nat. Beetje nat, niet heel nat, want hij kan niet heel goed tegen water namelijk. En dan ga ik overal, dus wang, kin, wang, neus, ga ik overal 10 seconden scrubben op de hoogste stand. Dus zo. En dan doe ik zo. En zoals je kan zien begint hij nu dus al met schuimen. Hij is gewoon echt heel fijn om te gebruiken. Ik vind het altijd echt even genieten of zoiets. Dan ga ik een standje lager, dat heb ik nu gedaan. En dan ga ik overal 3 seconden overheen. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik overdrijf heel erg vertellen. Mijn haren gaan ook altijd mee. Hebben mensen dat nog meer? En heb je er een tip voor dat het niet gebeurt? Nu doe ik 2 keer. Hier doe ik aan elke kant 5 keer. Dus 1. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan haal ik dit kopje hiervan af. En die ga ik schoonmaken onder de kraan. Doe ik gewoon onder de kraan, niks bijzonders, dat die gewoon goed schoon wordt. Dat is zeg maar een beetje het idee. Mijn gezicht ziet er echt heel schuimy uit nu. En er zit ook echt van die blauwe scrubdeeltjes, maar dat is verder niet zo heel erg. Zo.
Dan pak ik nu even gauw deze handdoek hoor. Die hangt er niet toevallig. Ik moet nog even een handdoek pakken. Stop. En dan maak ik hem dus een beetje droog. Vooral aan deze kant. Want dat komt toch wel in het apparaatje. En aangezien het apparaatje niet zo goed tegen water kan, zorg ik altijd dat het goed of redelijk goed droog is. En dan stop ik die alvast in mijn tasje. En dan ga ik nu met dit, deze washand, alles van mijn gezicht wassen. En dan pak ik even een handdoek en dan kom ik bij jullie terug om het volgende te laten zien. Oké, goed. Ik heb mijn gezicht nu schoon gewassen, zoals jullie kunnen zien. Ik heb wel allemaal wat rode bultjes en dingetjes, maar het zijn niet echt puistjes. Het zijn gewoon rode plekjes. Ik zat vroeger namelijk eerst op mijn hoofd heel erg onder de puistjes. Nou, daar zie je hier en daar nog echt wel wat van. Maar nu extra, hè, met een borsteltje over je gezicht, geen puistjes meer. Hier zat ik er daarna altijd onder. Vrijwel geen puistjes meer. Hier had ik de laatste nog één. Maar is ook geen puistje meer. Maar ik krijg altijd die littekentjes van puistjes blijven altijd zitten. Super irritant. Maar goed, wat ik nu heb gedaan. Ik heb mijn eigen handdoek gepakt. Daarom hangt die daar weer. Ik heb gezicht schoongemaakt. Of course, de washand uitgewassen weer. Want als je dat dan ook weer gebruikt voor je lichaam, heb je de kans dat de scrubdeeltjes achterblijven onder je oksels. Of in vrouwen in ieder geval onder je borst of in je liesen of whatever wat je schoonmaakt. Dat is niet zo fijn. Wat ik nu ga doen is ik pak hiervan een wattenschijfje. Ik gebruik de Isana wattenpads nu. Ik kom gewoon naar Duitsland, maar werken wel prima. Dat zijn deze wattenschijfjes. Ik gebruik maar eentje. Ik zocht dus tenminste wel. En dan gebruik ik deze kant. Dus niet deze kant met de ribbeltjes. Maar echt de andere kant. En dan gebruik ik een tonic. Ik gebruik nu toevallig Garnier. Die koop ik nooit. Maar hij was een keer in de aanbieding. 1 plus 1 gratis. Dus toen wou ik hem een keer proberen. Maar ik vind ze wel oké. Dit is de micellaire reinigingswater. Dit is verwijderd ook make-up. Het is voor een gemengde en gevoelige huid. En dat is ook wel wat ik heb eigenlijk. Ik heb ook een onzuivere huid. Maar vooral een beetje gevoelige gemengde huid. Daar doe ik een beetje van een wattenschijfje. En daar ga ik mee over mijn hele gezicht. En waarom doe ik dit? Ten eerste om de vieze pluisjes en zwarte dingetjes van je gezicht af te krijgen. Het is gewoon ten tweede lekker fris. En ten derde mochten er nog wel wat... Hier, dat kunnen jullie waarschijnlijk op camera niet zien. Nee. Mochten er wat scrubdeeltjes achter zijn gebleven, kan ik ze er altijd nog met een wattenschijfje afhalen. Dus vandaar dat ik dat dus 's ochtends altijd eventjes gebruik. En straks zul je zien dat mijn huid er veel beter uitziet als in het begin van deze video. Er zijn heel wat scrubdeeltjes nog uitgekomen. Dan doe ik hem altijd dubbel, want het gaat er altijd nog wel wat doorheen. En dan ga ik nog één keer overal overheen, zodat ik zeker weet dat de scrubdeeltjes goed verwijderd zijn of weg zijn. En dan kan ik deze dus weggooien. Zet ik ook deze aan de kant. En wat ik nu ga doen is ik laat het even lekker opdrogen, lekker fris. En ondertussen ga ik even mijn tanden poetsen. Dit zijn ze de before, niet gepoetst. Dus ik ga ze nu poetsen, dit laat ik intrekken en dan kom ik terug bij jullie. Ik gebruik nog steeds deze tandpasta. Het is echt niet normaal hoe lang dit ding al meegaat. Ik ben zo benieuwd hoe jullie die opgaan. Maar goed. Of als goed. Dat ga ik dus eerst doen. En dan laat ik jullie mijn allerlaatste stap zien van mijn huidroutine. Hoe heet dat? Skincare routine. Oké, ik heb nu mijn tanden gepoetst. Zoals jullie kunnen zien. Een stuk beter dan het was. Wat ik nu ga doen is, ik zet een massagekopje. Zet ik op dit ding. Die kan je gewoon opdrukken trouwens. Best wel makkelijk. Dan pak ik mijn dagcreme. Ik gebruik nu de Kruidvat dagcreme Q10 met SPF 15. Want zomerbrandcreme op het gezicht, helemaal geweldig. En dit is een dubbele anti-rimpelwerking, maar dat wist ik niet totdat ik hem ging gebruiken en het zag. Jullie horen mijn zoontje trouwens beneden. Dus die ga ik op mijn gezicht doen. Dat doe ik zo, een beetje op mijn vinger, dit. Hij zit echt nog heel vol. Dus hij is ook echt nog langer niet op. En dit breng ik dan zo een beetje overal en nergens aan. Natuurlijk ook een beetje in mijn nek. Maar dat kan ik met mijn vingers wel uitsmeren. Dat is niet zoveel.
En dan pak ik weer deze op de hoogste stand. En dan ga ik weer 10 seconden eerst inmasseren. Dat vind ik altijd heel prettig. Het is wel iets harder trouwens op je huid dan het borsteltje. Omdat het balletjes zijn, dus het is wel een beetje wennen soms hoor. En dan weer 3 seconden met deze. Zit. En dan haal ik deze eraf, ruim ik deze weer op in het tasje, spoel ik deze weer helemaal schoon onder de kraan. Dat is wel ook heel belangrijk, want ja, als je crème blijft ophopen, ik weet niet of jullie mij kunnen verstaan, maar als je crème blijft ophopen hierin, dan wordt het natuurlijk ook niet goed meer. Dus dan moet je wel denken dat je het wel goed schoonmaakt en ook goed het water eruit haalt. Dus dat ga ik nu doen. De meeste water eruit. En zoals jullie kunnen zien, mijn huid is heel shiny, goed verzorgd. En natuurlijk voel je het wel zitten op je huid nog hoor, maar het is natuurlijk al wel weer een heel stuk verzorgder en frisser. En ik word ook altijd net iets meer wakkerder, zeg maar. Of minder moe, weet ik veel hoe ik het noemen. Als ik mijn skincare heb gedaan. Dus dat is eigenlijk alles wat ik doe qua skincare. Ik ruim nu ondertussen alles even op. Dat is wat ik doe qua skincare. Ik ga meestal nog even een beetje voelen. Want het is nu al best wel goed ingemasseerd. Ik shine ook helemaal. Dat kan. Ik ga vandaag denk ik niet voor make-up. Ik hoef alleen maar naar de winkel. Verder de deur niet uit. Ik draag de laatste tijd bijna helemaal geen make-up meer. Dit is het voor mijn morning skincare. En ik ga jullie denk ik ergens later mijn avond skincare laten zien. Maar dat is echt op een dag dat ik make-up draag. En dat komt bijna niet voor. Helemaal niet in de zomer. Dus als ik een keer make-up draag en ik kan het opnemen, zal ik erom denken om een avond skincare routine te filmen. Maar dat lukt dus nu nog even niet. Dit is in ieder geval mijn morning skincare. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En echt het meeste wat ik kan aanraden, zo'n apparaatje gebruiken voor je gezicht. En deze peeling jelly scrubby ding van Gillette. Echt heel fijn. Ik weet niet waar je hem kan krijgen en of je hem nog kan krijgen. Maar als je deze ziet, neem hem mee. Het werkt echt heel goed. Vooral als je puistjes hebt. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En ik ga mij verder klaarmaken. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Doei!